Dus als je binnenkort een Lightning USB-C naar Lightning kabel koopt, dan krijg jij een jaar Apple TV. Want het is niet aan de straatsteen te verkopen. Welkom bij de Pixel Paranoia podcast. Ik ben Michelle en samen met mijn co-host Rick gaan we alles behandelen rondom UX, UI en Fonda Development. En in deze aflevering hebben we een gast, Rogier. Rogier is volgens mij pattern lead designer bij Centraal Beheer. En we gaan hem straks alles bevragen over design systems. Rogier, kun jij misschien jezelf even voorstellen? Ja, tuurlijk. Mijn naam is Rogier Jansen. Ik ben 29 jaar en ik kom uit Apeldoorn. In Apeldoorn is ook waar het kantoor van Centraal Beheer zit. Ook heel dicht bij waar ik woon. Het is echt letterlijk bij mij in de straat. Nu heb je daar in deze coronatijd niet zo heel veel aan. maar ik werk inmiddels 2,5 jaar voor Centraal Beheer. Ik ben eigenlijk binnengerold bij de schadeafdeling. Daar zit ook het grootste gedeelte van de schadeverzekeringen. Maar ik heb al best wel snel de stap gemaakt naar financiële diensten. Waar ik ruim 1,5 jaar heb gezeten. En nu zit ik eigenlijk voor 50% bij de CB-app. En ben ik voor 50% bezig met het design system van Centraal Beheer. Cool. Klinkt heel gaaf. Zeker. Cool. Oké. Okay. Hey, normaal gesproken hebben wij elke aflevering hebben we drie onderdelen. Namelijk een aside, een main en een footer. En aside, neem even een tip mee. Rogier, volgens mij heb jij ook een tip meegenomen. Yes. Kun je die toelichten? Yes, wat ik tegenkwam is Flotato. Ik best wel, als je natuurlijk op een Mac werkt, kan je natuurlijk tegenwoordig heb je natuurlijk alle verschillende browsers en wat je allemaal kunt kiezen. Nou, ik denk dat de meeste designers misschien wel Chrome gebruiken. Maar nu zag ik vorige week een artikel van iemand, toevallig dan ook de ontwikkelaar van Flotato zelf. En die heeft een analyse gemaakt tussen het RAM gebruiken van Chrome en van Safari, natuurlijk de main browser op de MacBook. En daar zag je eigenlijk in dat Chrome eet best wel veel energie op je Mac. Dat zie je best wel terug. Als je niet aan de power hebt hangen, dan slurpt gewoon best wel snel je MacBook leeg. Wat hij heeft gedaan, is eigenlijk best wel een soort van nifty appje gemaakt. Wat er eigenlijk in gebeurt, is dat je van elke website eigenlijk een app kan maken. Dus wat je met het programmaatje doet, is dat je zegt, nou, van deze site wil ik een app maken. Dus die creëert hij dan voor je. Dan kan je zelf zeggen van, nou, ik wil graag dat hij bijvoorbeeld de desktop of de mobile view pakt. En eigenlijk is het voor designers dat best wel handig. Want als je bijvoorbeeld zegt van, nou, ik zit best wel veel naar de mobile view te kijken. Als je bijvoorbeeld Chrome hebt, dan moet je altijd moet je weer schalen en zo. Of dan moet je in de developer tools moet je zeggen dat je dan een bepaalde viewport wil hebben. Maar hier kan je bijvoorbeeld zeggen, ik wil altijd de mobile versie. Je creëert er een appje van. Je launch hem en je krijgt gelijk de mobile versie. Dus het zit best wel nifty in elkaar, zeg maar. Dat klinkt wel echt handig. Dus je kunt gewoon, iedere website is gewoon centraalbeheer.nl en dan zeg ik wil de mobile variant. En dan heeft hij een appje, die kun je openen en dan heb je gewoon een soort mini, dat is het mobiel venstertje met daarin de website. Ja, en het is natuurlijk wel van, een stukje tijdje geleden heeft Apple dat gelanceerd, hè, met dat je een soort van Mac en iOS wat meer naar elkaar gaan groeien. Dat je straks ook iOS-apps op de Mac zou kunnen gebruiken. Maar dit is denk ik dit is al best wel een soort van een beetje een voorloper. Want je kan zelfs notificaties instellen. Dus stel dat je bijvoorbeeld de site van de NOS hebt. Dan heb je natuurlijk desktop notifications kan je inschakelen. Maar daar heeft hij dan ook support voor. Dus het voelt echt al een beetje als een soort app. Nice. Dan krijg je gewoon een eentje erbij. Ja, dan krijg je gewoon een eentje erbij. Oké, okay. ik had even snel de website gekeken. Ik zag dat je ook een soort preview van een gedeelte van de website kunt selecteren wat hij dan als soort van app-icon gebruikt. Ja. Waarbij je dus, stel je bent helemaal fan van GameStop stock en je wil de huidige prijzen weten. Sorry mensen. kun je daar dus een soort preview venstertje, in een soort app-icoon maken, waardoor je altijd in je dock, zeg maar, dat heb staan. Dat zag er ook wel
bruikbaar uit. Ja, handig voor de Bitcoin-prijs bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld. Refresh die preview dus ook, begrijp ik dat goed? Ik zag het net op de website staan. Ik heb het nog niet gebruikt. Maar ik denk het wel. Ik denk dat die er stond bij voor live data. Zodat je niet de hele tijd een website hoeft te openen. Bijvoorbeeld met de bezoekersstatistieken van Google Analytics of zo. Dan kun je gewoon een soort mini stukje selecteren op die website. Wat hij dan in het app-icon eigenlijk toont. Dus in plaats van je sketch-icoon heb je daar gewoon een rond cirkeltje met een uitsnede van de website, zeg maar. Ah, dat klinkt wel echt gaaf. Ik ga dit echt proberen. Dit klinkt heel tof. Ja, dus denk je wel een soort van andere browserervaring of zo. Want je hebt natuurlijk je komt natuurlijk altijd wel artikelen tegen van wat moet je doen als je, meeste mensen hebben 100 tabs open, zeg maar. Dat gaat natuurlijk ook best wel snel. Ja. Tegenwoordig kun je ze ook wel natuurlijk groepen met sommige browsers. Maar hier heb je echt gewoon een soort van focus idee of zo. Je hebt geen URL bar of zo, maar je kan vanuit een app kan je wel weer naar een andere URL gaan die je als app hebt, zeg maar. Dus je kan wel, als je een appje hebt geopend, kun je wel switchen weer naar andere dingen. Maar ziet er natuurlijk wel extreem focus uit, omdat je hebt verder geen afleiding van de UI van een browser. En zit hier nog een bepaalde limiet aan of zo? Hoeveel apps je dan kunt draaien? Volgens mij is er wel een pro-versie. Dan kan je volgens mij, daar zitten dan wel wat extra functies aan. Maar volgens mij kan je best wel al veel met de... met de free versie. Alleen volgens mij zit het niet op limiet, maar zit het meer op gewoon trial period of zo. Dat je dan de pro versie moet nemen. Die is volgens mij eenmalig $20 of zo. Dus je moet er wel echt veel gebruik van maken, wil je dat kopen. Maar in ieder geval leuk om uit te proberen. Cool. Nou, ik heb hem geïnstalleerd. Ik ga hem de komende tijd eens gebruiken. Ben benieuwd. Ja, toffe tip. Thanks. Alright, Rick. Ja, mijn aside, niet tip, je zei net tip, maar aside. Ja, sorry, aside. Ja, jij mag. Podcast, weet ik het nog niet. Nee, is een artikel van Smashing Magazine. Hebben we al veelvuldig behandeld, die website. Maar die kwamen met een heel uitgebreid artikel vorige week, volgens mij. Met allemaal tips voor de DevTools in verschillende browsers. Dus als je inderdaad wat meer op de front-end development zit en je gebruikt de DevTools dagelijks om dingen te inspecten en te kijken hoe de website in elkaar zit, dan geven zij daar volgens mij is het een 30 minuten read, dus het is echt een best groot artikel. Superveel tips voor Chrome en Firefox en ook voor Safari, voor onder andere... Ze geven de tip om in Chrome kun je dus meerdere profielen aanmaken. Dat kun je in Firefox volgens mij niet. Je hebt daar dus wel die containers, maar je hebt niet echt losse gebruikersprofielen. Zij geven de tip om in Chrome verschillende gebruikersprofielen aan te maken. Met ieder eigen plugins en eigen settings. Zodat je bijvoorbeeld een accessibility profiel hebt met een ander contrastratio en verschillende plugins. Of een... profiel waarbij de snelheid van de browser gefrotteld wordt, dus beperkt wordt, zodat je bijvoorbeeld low-end, je gebruikers die low-end computers hebben kunnen nabootsen, maar ook profielen aanmaken voor verschillende dingen. Dus dan kun je heel makkelijk wisselen tussen die profielen en hoef je niet telkens plugins aan en uit te zetten of settings te wijzigen. Dus dat vond ik wel een goeie. Ik gebruik zelf Firefox, Chrome er ook wel bij. Maar ik denk dat ik dit gewoon ga doen, want dat is wel super handig. Verder geven ze ook gewoon tips voor shortcuts. Je moet ze even onthouden. Want het zijn best wel command, shift, control, alt, you name it. Maar wel handig. Ze leggen nog uit hoe je in de verschillende browsers je changes die je doet in de CSS kunt tracken. Firefox heeft daar gewoon een tabje voor met local changes volgens mij. Je kunt precies zien wat je op welke property hebt gewijzigd of aan en uit hebt gezet. En dan kun je dat makkelijker doorvoeren in je code. Chrome kan het ook. Safari volgens mij niet. Maar daar geven ze in ieder geval wat tips voor. Ze leggen uit hoe je local overrides kunt toevoegen. Wat soms ook wel handig is. Als je bezig bent met een website en je wil een bepaalde styling doorvoeren. Maar je hebt de website lokaal niet draaiend of zoiets dergelijks. Dan kun je dus gewoon zelf een CSS-file op je website of op je computer opslaan. Die kun je koppelen aan
ja, die website die je wil beïnvloeden. En dan kun je gewoon in je eigen editor kun je CSS toevoegen. En dat voert hij dan direct door op die website om te kijken, zeg maar, of jouw changes effect hebben. Dus dan kun je een beetje spelen met dingen zonder dat je een website lokaal hebt staan. Dat is wel handig om te weten. Soms loop je tegen die situatie aan. Verder gaan ze nog even kort in op hoe je het network panel beter kunt filteren. Of waar je eigenlijk op moet letten, want er staan ontiegelijk veel dingen in. En niet alles is even relevant. Een ander dingetje wat ook in het artikel stond, zijn het debuggen van animaties. Iets waar ik gelijk gebruik van heb gemaakt. We hadden namelijk een probleem met een website waarbij de menubalk een beetje horkig uit beeld schoof op Android-telefoons. En dat was een beetje moeilijk te debuggen, want ja, we hebben Browser Stack. Dat is een website of een service waarbij je echte devices online kunt opstarten en gebruiken om dingen te animeren of websites te bekijken. Alleen de FPS daarvan is dusdanig slecht dat je eigenlijk geen animaties op kunt debuggen. Dus daarmee kwam ik nergens. En het aan de computer hangen, ja, je ziet dat het een beetje horken gaat, maar je kunt er verder weinig mee. Maar met de tips uit dit artikel kon ik bepaalde dingen aan- en uitzetten. En dan kon je zien hoeveel resources bepaalde dingen gebruikten. Wat er opnieuw gepaint werd, dat knipperde dan groen. En door daarmee te spelen kwamen we erachter dat er een bug, maar ik weet het niet zeker, een position sticky in combinatie met een translate Y, Grieks I, omhoog. Dat op bepaalde Android-telefoons horken ging. Wijzig ik position sticky naar fixed, is het super smooth. Heel vreemd. Maar door middel van die tips ben ik daar achter gekomen. Dus zeker de moeite waard om even door te nemen, dit artikel. Ja, het eerste punt dat je noemde was ook wel interessant. Dus in principe zou je dan gewoon een profiel kunnen maken. En dan zie je eigenlijk bijvoorbeeld een website zoals iemand dat met een beperking zou zien. Ja, je kunt in Chrome, je kunt van alles nog wat instellen natuurlijk. Hoge contrast, grotere lettertypes. Je kunt je netwerksnelheid verhogen, verlagen. Je kunt CPU throttling aanzetten. Je kunt van alles nog wat doen. Je kunt ook allemaal plugins installeren die inderdaad dus bepaalde dingen nabootsen. Dus je kunt inderdaad een profiel aanmaken voor bijvoorbeeld visueel beperkte mensen. Het staat in het artikel welke plugins je daar dan voor kunt gebruiken. Die installeer je dan in dat profiel. En als je dat wil testen, dan open je gewoon dat profiel en dan ga je dan naar de website. En als je iets anders wil testen, bijvoorbeeld een slomere verbinding of juist een hele high-end computer, dan open je dat profiel. Zonder dat je eigenlijk je normale profiel telkens moet wijzigen met het installeren van plugins. Ja, precies. Het is niet handmatig je plugins uit te zetten, aan te zetten, al die settings weer toe te passen. Nee. En dat sla je nu allemaal op in dat profiel. Ja, klopt. Ah, nice. Ja. Klinkt handig. Dus dat was mijn tip. Of mijn aside. Oké. Ja, ik heb ook een aside. Ik weet eigenlijk niet zozeer meer hoe ik eraan ben gekomen. Ik, misschien van jou, Rick, of dat ik het ergens gelezen heb. Ik weet het niet meer, maar volgens mij maak jij er ook gebruik van. Het gaat over accessibilityinsights.io. Is een website van Microsoft. En daar hebben ze een aantal tools gemaakt om jouw website of app trouwens, Android apps, te kunnen testen op allerlei accessibility punten. En ik heb met name de webvariant, dat is gewoon een plugin, getest. En die heeft eigenlijk, laten we zeggen, twee modes. Waarbij de ene een quick test kan doen. Dan heb je eigenlijk binnen een aantal seconden heb je een test met wat belangrijke punten waar accessibility-wise de website aan moet voldoen. En je hebt ook een uitgebreidere test. En die test eigenlijk compleet WCAG 2.1, zo'n beetje. En dan kun je al die tests bij langs lopen. En dat is eigenlijk best wel een superhandige plugin. Zeker die uitgebreide test, want die neemt jou echt door stapsgewijs door al die dingetjes heen. Dus dan moet je denken aan, kan je met een keyboard doorheen navigeren? Worden elementen gehighlight als je erop focust? Landmark, headings, links, kleuren, you name it. Dus het hele WCAG-spectrum test je. En zo kun je heel makkelijk zien aan het einde van die test, krijg je een soort report.
En zie je waar, je waar de website nog moet verbeterd worden. Of ja, welke test die gehaald heeft. Ja, dus, ja klopt. Ja, ik heb, inderdaad die plugin ook. Ja, er komen superveel dingen uit. Hij geeft echt superveel tips. Ik vind het superhandig. Ik gebruik hem in combinatie met nog wat andere accessibility tools. Moet wel zeggen, soms heeft hij wel wat issues, maar dat hebben ook de ingebouwde accessibility inspector van Firefox en Chrome hebben dat ook. Dat je bijvoorbeeld kleuren op een achtergrond, stel je hebt wederom een kaart met zo'n gradient en daar zit dan witte tekst overheen, dan vindt hij het heel moeilijk logischerwijs om te kijken of dat contrast klopt. Ja, want hij weet niet exact welke kleur hij moet pakken van die gradient. Nee, precies. Of als je, weet ik veel, een carousel hebt. Geen idee waarom je überhaupt nog een carousel hebt. Maar stel je hebt die en de achtergrond wisselt, dan kan die daar ook niet goed mee overweg. Maar voor de rest gewoon standaard vaste kleuren op vaste achtergronden doet hij prima. Dus, wat misschien wel even handig om toe te voegen is, die plugin, nou in ieder geval voor het webtesten, is er alleen voor Chrome en Edge. En ik denk dat dat heeft te maken met door de engine die erachter zit. Dus hij is er niet voor Firefox of Safari. Dus dat is wel even goed om te weten. Kun je die gelijk installeren in je accessibility profiel? In Chrome? Ja. Indeed, ja. En ze hebben dus ook eentje voor Android. En ik denk dat dat ook voor app developers ontzettend handig is. Daar moet ik ook nog eens een keer induiken of dat... of dat ook het is, maar dat ziet er wel goed uit. Ja, centraal beheer zijn we daar ook best wel mee bezig. Accessibility op de site, moet ik eerlijk zeggen. Er zijn mensen die daar echt wel een core job van hebben. Dus op de site kan je ook echt wel... kan je ook zeggen van ik wil een ander contrast hebben. Of je kan het... we hebben een dyslexie lettertype op de website. En dan, daar hebben we het in onze allereerste aflevering over gehad. Ja. Dus, ja, het ziet er een beetje Comic Sans uit, maar het verhoogt denk ik wel dat lettertype. Maar... Ja, daar waren de meningen over, verschillen daarover. Of, het daadwerkelijk helpt. Maar ja. het is goed dat erin zit. Vooral de contrastverhoging is natuurlijk handig. En je kunt ook font size vergroten of dat niet? Font size niet, nee. Nou, check. Nou, soms zie je dat ook nog wel op websites. Maar daar zijn jullie best wel mee bezig dus. Ja, er zijn mensen die daar wel hun core job van hebben. Ik denk wel dat je het best wel. Ik denk dat je er best wel aandacht aan moet geven of zo. Ik denk als je iets designt of zo, is het vaak wel voor de massa, zeg maar. En dat je best wel denk ik snel vergeet van de mensen die daar toch wel wat meer problemen mee kunnen hebben. Is het best wel een soort van misschien best wel check als je daar al mee bezig bent. Om te kijken van, dan kun je weer ook gebruik maken van die tools die jij natuurlijk noemde met die profielen en zo. Hoe zou iemand anders dat ervaren? Want dan kun je natuurlijk van het begin al best wel veel problemen tackelen. Ja. Want je wil natuurlijk ook dat die mensen je site ook kunnen gebruiken. Ja, en zeker. Hè? Als je een website hebt met veel verkeer wat een breed publiek aanspreekt. Dan krijg je er ook mensen tussen zitten met een beperking. Dus ik denk dat het heel goed is om... zo vroeg mogelijk in het stadium van het ontwikkelen van een website daar rekening mee te houden. Ja, een goed voorbeeld. En tevens een beschamend voorbeeld voor mezelf. Hoe mijn interesse hier eigenlijk voor gewekt is. Is dat een aantal jaar geleden wij een formulier aan het maken waren. Met toggles. Zo'n ja-nee toggle. Een beetje zo'n iOS-style toggle. Ja. Om bepaalde dingen aan en uit te kunnen zetten. Die hadden wij destijds gewoon gemaakt met divjes en spannetjes, zeg maar, onder water. Geen HTML-elementen, geen echte checkboxen of iets dergelijks. En toen kwamen we ook reports terug van, hey, mensen kunnen dit formulier niet goed gebruiken, want er valt niks aan te zetten, zeg maar. Als je de CSS uit zou zetten, dan staan daar gewoon lege divjes. Maar er is niks om aan te zetten. Het is geen formulierelement. Dus mensen konden gewoon bepaalde dingen niet kopen. Omdat ze dat gewoon niet aan konden zetten. Dus toen we daar achter kwamen, toen dacht ik, oh shit. Weet je, we moeten ook wel echt meer rekening gaan houden met gewoon sowieso dat je code goed is. Maar ook dat screenreaders en dat soort dingen er goed mee om kunnen gaan. Ja, accessible. Ja, dat het accessible is. En niet alleen visueel, dat het visueel klopt. Want daar verkochten we dus aan deze mensen helemaal niks mee.
Nee, dat is jammer. En je sluit eigenlijk zo ook een aantal mensen uit. Dat is gewoon zonde. Yep. All right. Dan laten we het hierbij voor de assights. En dan gaan we naar het main onderwerp. En dat zijn design systems. En Rogier, jij kwam met ons in contact. En jij zei van, hey, wij doen daar best wel gave dingen mee bij Centraal Beheer. Ja. Ja, en wij zijn natuurlijk heel erg nieuwsgierig. Je werkt dus bij Centraal Beheer. Kun je ons vertellen wat je daar precies allemaal doet? Natuurlijk. Ik werk op dit moment, zoals ik eigenlijk in de intro ook al zei, voor 50% bij de app van Centraal Beheer. Dat doe ik nu, denk ik, anderhalf jaar. Eerst zat ik in het team bij financiële diensten, waar we vooral de financiële producten probeerden in de app te krijgen. Dus dat je inzicht krijgt in je hypotheken, dat je bouwdepot kan opnemen, dat je hypotheek kan aflossen. Sparen, dat soort producten. Op een gegeven moment heb ik de stap gemaakt naar het core team van de app die we hebben binnen Centraal Beheer. En wat we daar eigenlijk doen is dat we vooral alle main dingen oppakken die niet gelden voor een business line, zeg maar. Dus die niet echt inhoudelijk bij een team liggen. Dus dan moet je denken aan bijvoorbeeld de generieke aanmeldflows, sms-authenticatie, dat soort dingen. Dus dat is eigenlijk waar ik 50% van mijn tijd voor doe. Maar die andere 50% is eigenlijk voor de ontwikkeling van een design system. Want dat is eigenlijk wel een vlucht gaan nemen het laatste jaar binnen Centraal Beheer. Ja, wel, jouw rol zag ik zo mooi. Dat is lead pattern design, ja, toch? Ja, dus wat eigenlijk... cool. Ja. Dus we zijn eigenlijk vorig jaar hebben de stap gemaakt van Sketch naar Figma. Nou, ik denk niet dat we het enige bedrijf zijn die dat gedaan heeft. Want Figma is natuurlijk best wel upcoming wat dat betreft. Ja. In Sketch hadden we altijd een link met InVision, met de DSM. En dat is eigenlijk een eerste stap om een soort van design system op te zetten. Waar je dus verschillende soorten componenten had die je zou kunnen gebruiken. Maar het was natuurlijk allemaal een beetje houtje-touwtje. Want je had natuurlijk altijd verschillende sketchbestanden. En dat DSM van InVision was ook een beetje buggy. Dus ja, dat hebben we ook nog gebruik van gemaakt. Maar er zat geen versioning in. Dus als één iemand iets opsloeg terwijl de andere hem ook open had, dan was het gewoon weg. Dat soort vage bugs hadden wij ook. Niet chill. Ja, dus toen Figma kwam met de belofte om dat beter te doen, hebben we eigenlijk de stap gemaakt naar Figma. En daarmee kwam eigenlijk ook wel gewoon een best wel een goede deur open om te werken aan het design system. Nou, bij veel grote organisaties heb je eigenlijk wel een soort van design system team. Waar dus mensen gewoon dedicated op het design system zijn gezet voor de opzetten ervan, de ontwikkeling ervan, het toevoegen van componenten. Maar eigenlijk doen we het bij ons net al een tikkeltje anders. Wij hebben gezegd van nou, het design system is iets van ons allemaal. Dus we hebben eigenlijk de verantwoordelijkheden een beetje verdeeld. En dat is denk ik wel wat ons design system een beetje kenmerkt. Eigenlijk liggen de verantwoordelijkheden voor het design system bij allerlei verschillende mensen. We hebben daar ook een aparte werkwijze voor ontwikkeld. Maar we hebben eigenlijk gezegd bijvoorbeeld elk component of elk patroon heeft een eigen owner. Dus we hebben de componenten eigenlijk een beetje verdeeld over de verschillende designers binnen de organisatie. Dat zijn er denk ik, in totaal zijn we denk ik met een man of 18, maar we hebben het verdeeld denk ik onder een man of 8. En daarbij hebben we eigenlijk gezegd van door dit stukje aan iedereen apart toe te wijzen, haal je zeg maar de grootste bottleneck eruit dat je 1 of 2 aanspreekpunten hebt. Maar ook dat iedereen meer zeg maar het design system gaat doorleven. En je echt wel een aanspreekpunt hebt over iemand die inhoudelijk iets veel meer van een component weet. Nou, jij zei het al van als pattern design lead ben ik natuurlijk wel, er moet natuurlijk wel een soort van overkoepelend iemand zijn die daar dan weer verantwoordelijk voor is en die dingen in het design system mag aanpassen. En dat ben ik dan. En hoe werkt dit, zeg maar, zijn er dan ook developers verantwoordelijk voor bepaalde componenten? Of technisch, zeg maar, want er staan, denk ik, in jullie design system ook beschreven hoe bepaalde componenten werken. Niet echt in super technische termen, maar misschien wel wat wel en niet mogelijk is. Liggen die verantwoordelijkheden bij, nou ja,
de persoon die daar het meest aan heeft gewerkt? Of zijn er wel... Zijn de componenten aan designers gekoppeld? Nee, de componenten zijn wel allemaal aan designers gekoppeld. Maar wat we eigenlijk nu hebben is dat we inderdaad... In Figma hebben we beschreven van hoe alle componenten werken. Dus we hebben ze echt allemaal wel gespecificeerd. Want we kwamen eigenlijk vanuit de situatie dat dat er heel veel verschillen waren tussen wat er stond in de code bij development en wat er eigenlijk stond in ons design system. Dat zag je eigenlijk ook al over de hele site, waar je dus best wel veel verschillen zag in verschillende soorten stijlen. En we hebben gezegd, door nu echt wel nauw samen te werken, ook met development, echt elk component af te gaan van hoe staat het bij jullie in code, hè? Wat zijn de opties? En dat op te nemen in de spec sheet van een component, om echt al een nul situatie te creëren. Dus de development is echt wel, we echt wel nauw bij betrokken wat dat betreft. Maar wordt daarbij niet echt als owner neergezet, omdat ook eigenlijk de designers alleen in Figma werken. En de developers die kijken natuurlijk wel en als ze iets moeten bouwen. Maar de verantwoordelijkheid daarvoor ligt echt bij de designer. Ja, precies. Oké. Okay. En je gaf net al aan, er wordt dat gewerkt aan de website en aan de app. Maar zitten die beide in dezelfde design system? Ja. Dus we hebben best wel gezocht naar, hè, want hoe zet je een design system eigenlijk op? Er zijn heel veel sites met best practices. Je gaat natuurlijk kijken bij hoe hebben de grote jongens dat allemaal gedaan. Er zijn zoveel verschillende soorten voorbeelden. En eigenlijk hebben we daar in het begin best wel mee gestoeid. Maar inmiddels hebben we één bestand. En in dit ene bestand staat eigenlijk alle componenten en patronen van web, maar ook van de app. Dus we proberen dingen echt wel dichter bij elkaar te brengen en ook wat meer te kijken van dat mensen wat bewuster omgaan met wat er binnen Centraal Beheer leeft als component binnen app en web. Want er zijn designers die werken misschien al een hele carrière bij CB werken ze al voor web bijvoorbeeld. Maar dat zij ook eens een keer zien van, hey, dit component dat ik hier heb, dat ziet bij app zo uit. Of dat gedraagt zich zo. Zodat je ook wat meer awareness krijgt, zeg maar. Ja, en jullie hebben dus van een bestaande website waar geen design system voor was, in grote lijnen een design system opgezet, toch? Ja, dus we hebben eigenlijk, wat we mee begonnen zijn, ook met de switch naar Figma, hebben we de dingen die er waren, hebben we zoveel mogelijk geïmporteerd in Figma. En dan ook omgebouwd, zodat het eigenlijk te gebruiken is. En vanuit daar zijn we gaan kijken van, oké, hoe kunnen we dat dan weer, weer opbreken naar componenten. En die componenten hebben we dan, die ontwikkelen dan samen met de developers verder om te kijken van, nou zit het echt zo in elkaar. En wat dan af en toe best wel grappig is, is dat je gewoon in je design system expres dingen verkeerd zit te maken. Want je wil, wat eigenlijk het doel was van ons is, we willen gewoon een nieuw situatie. Dat je gewoon in de code, in Storybook in dit geval, en in ons design system bij Figma, dat gewoon hetzelfde is. Maar soms kom je dingen tegen en dan wil je als designer wil dat eigenlijk gelijk aanpakken. Maar dat kan dan nog niet. Dus eigenlijk zit je dan soms in je design system, zit je expres dingen verkeerd te maken, omdat ze op de site zo staan. Dus dat is wel, het levert soms wel een lachwekkende situatie op, Ja, wat ik nog weet van, we hebben ook een website, een design system opgezet voor een grote bestaande website. Ja. Waarbij we dus inderdaad eerst gingen inventariseren, wat er überhaupt allemaal was om toe te voegen aan het design system. En toen kwamen we er heel snel achter van, hey, de huidige website zit helemaal niet zo consistent in elkaar. We kwamen een hoop dubbele dingen tegen. Laten we zeggen 10 verschillende soorten knoppen, terwijl er eigenlijk maar 3 zijn. Alleen ze waren allemaal over de jaren eens een keer anders geïmplementeerd. Zelfde met hele simpele, bijvoorbeeld zo'n opsommingslijstje, gewoon een bullet list. Ja. Met bijvoorbeeld vinkjes ervoor. Die had je dan in 10 kleuren, die allemaal afweken van elkaar. Dat waren wel dingen die we toen in de code gelijk recht hebben getrokken ook. Naast dat we ze dus, goed in het design system hebben gezet. Dat was iets waar wij tegenaan liepen toen wij zo vanuit het niks of vanuit een bestaande website een design system gingen opzetten. Ja, want wat ik me wel afvraag is hoe creëer je dan, zeg maar, die nieuwe waarheid? Wat is dan de waarheid? Is dat degene wat de designer gaat maken of is dat degene wat dan in de code staat, zeg maar? En hoe bepaal je waar het naartoe moet gaan?
Hoe kijken jullie daar tegenaan, Rogier? Ja, het is eigenlijk wel... we hebben gekeken natuurlijk van wat allebei leeft in de verschillende werelden. Hè, en wat is dan de waarheid? We hebben wel gezegd van... de waarheid die leeft eigenlijk op de website. Dus in de productieomgeving. En dat is ook wat de klant ziet. En af en toe wil je wel snel optimalisaties kunnen maken met development. Laten we zeggen dat er... stel dat je bijvoorbeeld wel meerdere kleuren buttons had gehad... en het is weinig effort om dat in code aan te passen... dan wil je het dat natuurlijk wel snel doen. Maar we hebben wel, eigenlijk is wel de website is eigenlijk wel grotendeels de waarheid... en dat is dan ook wel het nulpunt waar je verder uit wil ontwikkelen. En het is best wel, levert best wel soms een leuke dynamiek op... maar je moet ook gewoon als designer wil je natuurlijk altijd... wel weer nieuwe dingen maken... maar daarin kom je soms ook wel in een situatie dat je zegt van... er is een oplossing die zo erg aanschuurt tegen oplossingen die we al hebben. Misschien moeten we daar eens nee tegen zeggen. Dat is wel grappig, want dat is eigenlijk ook wel een soort van nieuwe situatie. En dat is binnen voor ons als designers best wel lastig geweest. Ja. Nou, mij gaf het wel heel veel houvast om dus nee te kunnen verkopen. Zeg, als er weer eens iemand kwam met een nieuw idee van... kunnen we dit ook doen hier? Dan zeg ik, nee, dat kan niet. Het kan wel op deze manier, want dat hebben we al. We gaan niet één uitzondering maken voor dit geval. En ja, dat schop je bepaalde marketingmensen tegen het verkeerde been. Maar goed, als je dat vaak genoeg doet, dan zitten ze op duur op hun knieën... en dan willen ze wel mee. Dus... Nou, wij hebben dat echt moeten onderkennen, want we hebben een werkwijze opgesteld. Hè? Want je wil zoveel mogelijk mensen wil je ook meekrijgen in de ontwikkeling van je design system. Dus voor de ontwikkeling van een component of voor de maken van een hele nieuwe, hebben we een soort van werkwijze opgesteld. Zodat je eerst ga je naar zo'n pattern owner toe, je doet een soort van eerste check. Nou, je gaat zo eigenlijk een beetje een soort van werkwijze door, je gaat stapjes door om zo je component zeg maar, in het design system te krijgen. Maar bij Centraal Beheer doen we ook heel veel nieuwe dingen. We zijn eigenlijk bezig om ook een dienstverlener te worden. Nou, veel mensen hebben ons waarschijnlijk op reclames al gezien over bijvoorbeeld een klushulp. We zijn nieuwe markten aan het aanboren. Maar dat betekent ook dat je nieuwe dingen wil gaan testen. En dat betekent ook nieuwe designs. Maar dan ga je ook kijken van hoe verhoudt zich zoiets nieuws tot het design system? Hè? Van als je iets test. En dan kan je dan is nee verkopen is niet altijd een optie natuurlijk. Want je wil, dan krijg je een soort van de status quo. Hè? Iets dat je hebt staan, de consistentie versus de innovatie. En dat is wel een leuk gebied om je op te begeven, zeg maar. Ja, zeker. Nee. Als er echt gewoon nieuwe dingen gemaakt moesten worden, dan was dat natuurlijk ook geen probleem. Dan gingen we daarmee aan de slag en dan gingen we die toevoegen. Maar als het wijzigingen waren die niet essentieel waren, echt zeg maar van die one-offs... Dan gingen we daar gewoon niet aan meewerken. En dat heeft uiteindelijk wel tot echt een super consistente website geleid. Waarbij aan de ene kant niet super veel mogelijk is. Maar alles wat wel mogelijk is, sluit gewoon perfect aan met de rest van de website. Dus je komt geen pagina tegen die opeens anders is of raar is of afwijkt. Want ja, dat kon niet. En als er iets wel moest worden toegevoegd, nou ja, dan hadden we daar een goede discussie over. En als iedereen het ermee eens was dat dit echt vaker gebruikt ging worden, en wij zagen daar ook inderdaad de toegevoegde waarde van, dan gingen we toevoegen. En als we bezig waren met inderdaad gewoon compleet nieuwe componenten of innovaties of andere dingen, ja, dan werkten we die gewoon goed uit en dan zetten we die er ook in. Vond je dat lastig om te doen? Want je hebt wel natuurlijk dan dus wel een soort mate van als je natuurlijk met een business werkt, die ook een targets heeft en zo. Er zit natuurlijk wel, wat dat betreft, wel druk vaak op. Ja, ik vond dat wij wel een goed team hadden die de business wist te overtuigen van het nut van een consistente website. Nou, hoe deed je dat dan? Doe je dat dan echt dat met data of zo? Of? Nou, we hadden gewoon, we hadden natuurlijk onze eigen argumenten. We konden natuurlijk ook heel snel wel even prototypen met hoe het eruit zou komen te zien en waarom het op die manier bijvoorbeeld niet zou werken. Maar als zeg maar, we het zelf ervan overtuigd waren dat het echt een goede toevoeging was, dan maakten we gewoon zelf een uitwerking die ons wel aanstond, die wel aansloot zeg maar, bij het design system. En dan wisten we ze te overtuigen van het gebruik daarvan. Dus het is wel een interessant gebied altijd, ja.
vind dat ik moet zeggen dat ik dat ook als af en toe nog best wel lastig vind hoor. Want mensen proberen natuurlijk altijd te zeggen van dit moeten we doen. Want als de AB-testen worden gedaan, dan worden vaak een hoop positieve cijfers naar je hoofd gegooid, zeg maar. Maar om als designer te zeggen van dit is onze visuele stijl en daar kunnen we niet van afwijken. Ja, ik merk dat dat af en toe best lastige discussies oplevert natuurlijk. Ja, nee, die AB-testen, die resultaten kregen wij ook regelmatig naar ons hoofd geslingerd. Dan was het, zonder de klant te noemen, maar we hadden daar geen kleur oranje. Maar de marketingpersoon die had even de AB-testje online gemikt met een call to action knop op de homepagina die oranje was. Als enige knop op de homepagina. Nou, en die converteerde me toch een partij goed naar eigen zeggen. Ja, weet je, dat kunnen we gewoon niet doen. We kunnen niet één oranje knop opeens gaan toevoegen met een nieuwe kleur. Want die hebben we helemaal niet in ons hele huisstijl. Maar hij deed het wel zo goed. Nou ja, dan even kijken naar de cijfers. Bleek het allemaal misschien toch wel niet weer zo representatief te zijn. En uiteindelijk hebben we gewoon gekozen voor een andere manier om het opvallend te maken. Anders dan zeg maar de kleur van de knop te wijzigen. Door gewoon het hele blok bijvoorbeeld uit te laten springen. En dat werkt ook. Ik merkte ook vooral, weet je, wat ik wel vaker merk, is je krijgt dan data naar je hoofd toegesmeten, maar de context is ook heel erg belangrijk. En hoe is die data geïnterpreteerd? En ik denk dat de opdracht in dat geval meer zou moeten zijn van, hey, we hebben hier een knop, kan die beter converteren, ja of nee? En dan is de opdracht, denk ik, aan de UX'er, om te kijken wat zou beter converteren, wat ook nog eens past bij de huisstijl. Ik denk dat dat een veel betere vraag was van, hey, ik zie in de cijfers dat een oranje knop zoveel procent meer beter scoort. Maak hem maar oranje. Dat is niet een opdracht. Nee. Ja, het is wel een opdracht, maar niet een goede. Nee, precies. Nee, ja, dan gooi je het ook een beetje overboord. Hè? Kijk, als je zegt van, als we over een roze knop op de site doen, want die converteren zo lekker. Ja, dat als het zo ver af staat van je huisstijl. Als merk, ja. Dat is het einde zoek. Ja, inderdaad, is het einde zoek. Dan kan je alles wel, dan kan ik wel zeggen van, als we de hele homepage volgooien met gifjes, dat converteert zo lekker. Ja, dan wat ben je dan straks nog als merk natuurlijk, hè? Dus dat is ook niet altijd is dat een goed argument, vind ik wel, die conversie. Nee, en dat is denk ik, zeker bij commerciële bedrijven, een hele gekke balans de hele tijd tussen wat wil een marketeer? Wat wil de business? Wat wil IT? Wat wil een UX'er? En ja, al die dingen moeten bij elkaar komen. En die moeten een soort compromis vormen. Ja, en wat je net ook zei, dat je moet wel goed kijken naar de manier waarop de data wordt geïnterpreteerd. En hoe die is verzameld en of die wel echt representatief is. Want ja, dan krijg ik een rapport met, februari, nee, laten we zeggen maart, mei. Nou, zorgverzekeringen die verkopen momenteel helemaal niet op deze manier. Maar in december, dan opeens dan verkopen we superveel als we deze wijziging doen. Ja, nee, dat heeft niks te maken met die wijziging. Het heeft te maken met dat iedereen in december van zorgverzekering gaat wijzigen. En niet in maart. Dus dat zijn ook van die dingen. Of dat ze dingen gaan testen, zeg maar, voor een campagne. En daarna volgens tijdens een campagne waarbij het grootst op televisie is. En dan zeg je, we verkopen nu echt superveel autoverzekeringen. Nu deze AB-test live staat. Terwijl er ook op tv allemaal reclame is. En daarvoor niet. Ja, zo kan ik het ook. Ja, ja, dat is zeker wel een goeie. Ja. Dat vertekent het beeld echt helemaal. Ja. Ja. Hey, Rogier, kan je ons meenemen in... stel, de business bij jullie heeft een idee. Hoe ziet dat proces eruit en hoe komt het uiteindelijk in jullie design system terecht? Dat het echt daadwerkelijk gebruikt gaat worden? Ja, business komt natuurlijk, het inhoudelijke gedeelte ligt bij ons echt wel bij de business lines. Het is zo dat onze designers dus allemaal in teams in de business lines werken. Nou, daar wordt ook de ontwikkeling gedaan van nieuwe dingen. In principe is eigenlijk het idee dat de designer natuurlijk eerst kijkt naar wat we hebben. Anders hadden we natuurlijk dat hele design system niet op hoeven zetten. Zij doen is dus gewoon kijken van, deze pagina bijvoorbeeld, als we het over de website hebben, opbouwen uit bestaande strips, noemen wij dat dan. Strip is eigenlijk een soort van blok op een pagina en die opgebouwd is uit de verschillende componenten. En die strips worden ook gebruikt bij ons door de webmasters. Dus kunnen eigenlijk gewoon een soort van pagina in elkaar klikken door strips onder elkaar te zetten. En zo kunnen ze dan een pagina opbouwen.
Dus eigenlijk is dat gewoon een beetje waar je als designer ook begint. Door te kijken van oké, als ik deze pagina heb met dit doel. Welke strips kan ik daarvoor gebruiken? Nou ja, soms heb je natuurlijk wel het idee van hier kan ik niet helemaal mee uit. Dus dan kom je eigenlijk al dat je iets zou een andere richting zou moeten volgen. En vroeger was dat zo dat je dan gewoon wat maakte en dat gooide je in design system en het was klaar. Maar tegenwoordig hebben we daar wel een werkwijze voor opgesteld om dat echt wel meer te structureren. Dus wat je hier eigenlijk nu hebt is dat je je wilt bijvoorbeeld een component aanpassen of je wil een nieuw component. Nou, wat je dan gaat doen is dat je eigenlijk een soort van eerste pre-scan gaat maken met mij als pattern design lead en met onze design system lead met z'n tweeën. Dan zeg je van nou, ik heb dit en dit probleem, ik heb gekeken naar de oplossingen, ik zou dit component willen aanpassen of ik zou bijvoorbeeld een nieuwe willen maken. Nou, dan zeggen wij van dat lijkt in dit geval misschien als wel een goed idee. En dan ga je eigenlijk ook kijken ga je de pattern owner aanhaken en dan ga je eigenlijk je idee verder ontwikkelen. Je kan bijvoorbeeld de art director aanhaken als wanneer nodig. En dan ga je eigenlijk een soort van ontwikkeling door. Waar je verder gaat werken aan een soort van contributievoorstel voor het design system. Dus dat is eigenlijk een soort van spec sheet die we hebben. Waar je gaat zeggen van oké, dit is het component, zo moet het werken. Zo ziet het eruit. Dat is dan al afgestemd met de techniek, zeg maar, met IT? Nou, dat is ook een van onze cruciale stappen. Want we hadden natuurlijk wat ik net zei, van we wilden eigenlijk gewoon die nul situatie creëren, zeg maar. Maar we kwamen heel vaak tegen dat er of dingen in het design system stonden die helemaal niet op de site bestonden, of andersom. Dus we hebben nu gezegd, dingen moeten ook echt eerst in code worden gebouwd, voordat ze beschikbaar komen in het design system en dus voor alle andere designers. Ja, precies. Zo kan je dat probleem een beetje tackelen. Kom maar bekend voor. Ja, dus dat was ook een van de stappen, is inderdaad het afstemmen met development. Om te zorgen dat het gebouwd wordt. En daarnaast zitten er nog een paar andere cruciale stappen in. We hebben bij ons ook CRO'ers. Hè. We hebben natuurlijk al een beetje net gehad over het testen. Die moeten aangehaakt worden om te vragen of het getest moet worden, ja of nee. Of het bijvoorbeeld een grote invloed kan hebben op de conversie natuurlijk. En daarnaast hebben we nog voor de versioning hebben we een stap toegepast. En dat is denk ik best wel een eye-opener geweest in wat ik tegenkwam over documentatie over design system. En dat is eigenlijk de Snowflake. Leg uit. Ja, Snowflake is eigenlijk. Soms heb je dus dingen die je eigenlijk wel zou willen gebruiken als designer, maar waarvan je nog niet zeker weet dat ze in het design system kunnen komen. Dus eigenlijk dat iets, de naam zegt het al een beetje, het dwarrelt nog een beetje in de lucht en er moet eigenlijk nog ergens landen. En dat zien we bijvoorbeeld bij ons bij diensten. Diensten doet de ontwikkeling van nieuwe diensten voor centraal beheer. Dus onder andere de klushulp, zonnepanelen, servers, dat soort dingen. En die willen gewoon soms dus nieuwe dingen testen en daarmee ook nieuwe dingen maken. Dus dat hebben we echt al in het design system in de werkwijze op moeten nemen. Wat je dan eigenlijk doet is dat er gewoon gezegd van dit stukje dat is net gebouwd. Het is een snowflake. Dat wordt zo ook neergezet. We hebben een soort van bestand in Figma dat heet de release straat. Dat is eigenlijk gekoppeld een beetje aan hoe je een component aanpast of ontwikkelt. Dus je gaat eigenlijk allerlei verschillende soorten stapjes door. Totdat het eigenlijk bij een stap terechtkomt waar ik het in het design system zet. En één stap daarvan daartussen is ook de snowflake. En de snowflake is dan een stukje dat een x aantal maanden bijvoorbeeld op de website leeft. Dat zich mag bewijzen tegenover een hypothese. En als de hypothese bijvoorbeeld is van het zorgt voor 10% meer conversie en wij gaan daar mee akkoord. Als het dan echt voor 10% meer conversie oplevert en het is een goede toevoeging voor ons design system, dan gaat die door, dan wordt die verder ontwikkeld en dan komt die ook in het design system. Maar we hebben ook, de uitslag kan ook negatief zijn. En dat betekent gewoon, de snowflake heeft zich niet bewezen. Hij komt niet in het design system. En hij gaat ook uit de code. Zodat we in ieder geval zorgen dat... Ja, precies. Maar moet je wel echt supergoed documenteren wat je allemaal hebt leven. Want ja, ik ken genoeg voorbeelden waarbij we wel eigenlijk hebben toegestaan om dus dit soort one-offs te proberen voor marketing. Ja, het is maar voor een campagne van 2 weken. En nou ja, dan dus niet duidelijk gedocumenteerd dat het een snowflake was.
Die dan vervolgens inderdaad na 2 weken, nou weet je, trekken we die campagne nog even een weekje door en nog 2 weken. En daarna komt er iets anders hartstikke tofs. En we zijn dat dingen lang en breed weer vergeten. De marketingmanager die gaat weg, er komt iemand anders. En voor je het weet, dan staat dat ding nog ergens in de code. Niemand kan zien of hij ook nog wordt gebruikt, zeg maar. Nee. Want je, maar ja, kan ook niet wegmikken, want straks flikkert er ergens iets om. Dus nou ja, and it's stuck forever now. Ja. Hij heeft zijn plekje gevonden. Ja, hij is geland, maar niemand die hem verder gebruikt. Ja, ja, hij is geland, maar niet bewust. Nee, niet bewust, nee. Onbewust is die blijven plakken gewoon ergens. Ja, ja, dat. Ja, dus dat is best wel een belangrijk inzicht geweest, denk ik, het gebruik van die Snowflake. En eigenlijk wat je daarna is dat je gewoon met development, het wordt een beetje gebugfixed, dat wordt gekeken of het goed werkt, ook live, en wat voor invloed het heeft op andere pagina's. En eigenlijk gaat het dan in onze release straatbestand, gaat het dan als het allemaal goed is bevonden, gaat het naar een tapje dat zegt van live of ready for design system. En vroeger kon iedereen bij ons in het design system alles aanpassen. Maar ja, dat heeft wel een voordeel als designer, want je hebt natuurlijk best wel veel vrijheid. Maar het zorgt natuurlijk wel voor problemen dat je soms wat consistente dingen gaat missen. Dus eigenlijk ben ik nu eigenlijk degene die een soort van Figma Friday heeft. Waar die dan van alles in het wat voor het design system ready is, dat ook in het design system gaat aanpassen. En vanaf dat ik op de publish knop ram, zeg maar, is het voor alle designers beschikbaar. Dat je ook zorgt dat niemand per ongeluk een keer ergens een snowflakeje gaat gebruiken. Waardoor je snowflake eigenlijk een soort van snowball wordt die over je hele site gaat rollen waar je niet meer controle over hebt. Ja, precies. Heb ik 2 vragen. En dan 1 is, hoeveel designers, art directors, et cetera, werken er bij Centraal Beheer? Want ik hoor je zeggen, voor de andere designers beschikbaar komen. Of hoeveel mensen hebben we het dan? Werkt iedereen? Zitten jullie dagelijks bij elkaar? Of is het design system echt een soort holy grail? En werken daar ook mensen mee die jij bij wijze van bijna nooit ziet? Er zijn best. En natuurlijk is alleen verwerken met 18 designers binnen Centraal Beheer. Ik moet zeggen dat het bij ons ook best wel plat is. Dus eigenlijk hebben we nauwelijks hiërarchie in best wel veel organisaties hebben nog hiërarchie in hun designers zitten. Dat valt bij ons best wel mee. Eigenlijk hebben we sinds vorig jaar een art director. En ik en een collega die zijn nu grotendeels verantwoordelijk voor het design system. Dus dat is het een beetje. Maar het design system wordt naast designers ook wel veel gebruikt natuurlijk voor de developers van app en web. Om te kijken van hoe componenten en strips werken en hoe ze die moeten gebruiken. Maar ik merk dat ook best wel veel, hoe meer je daar ook mee bezig gaat binnen een organisatie, hoe meer tractie het ook krijgt. Ik zie echt, elke week zie ik zoveel mensen voorbij komen die view access willen hebben in het design system van de afvraag. Die ik zeg maar eerst moet googlen voordat ik weet wie het is. Dus op een gegeven moment krijg je een soort van tractie dat iedereen daar een beetje interesse in krijgt. En dat is denk ik ook wel het leuke, dat je gewoon, ja, iedereen die leeft natuurlijk voor ook wel voor die site en voor de app natuurlijk. Er zijn zoveel mensen mee bezig binnen de organisatie. Het is ons eigenlijk van ons allemaal. Dus dat is eigenlijk ook denk ik wat het design system dan ook een beetje moet zijn. Inhoudelijk is het grotendeels voor ons grotendeels als designers en ook een beetje voor de developers natuurlijk erbij. Maar het is wel denk ik voor ons beeld ook goed dat andere mensen een beetje de achterkant zien van wat we doen, zeg maar. Van hoe de machine werkt in plaats van alleen de voorkant in je browser. Ja, en hoe zorgen jullie ervoor dat iedereen die aan de voorkant hiermee werkt, zeg maar de redacteuren en zo, en de mensen die in het CMS werken, weten van het bestaan van alle componenten? Want dat is iets waar ik dan wel tegenaan liep, was dat we hadden een design system, daar stond alles heel mooi in beschreven, welke componenten er waren. Alleen de mensen die ermee werkten, ja, die wisten wel ongeveer wat er beschikbaar was. Maar mensen die er niet dagelijks mee bij betrokken waren, die moesten een beetje door het design system heen gaan klikken om maar te kijken, zeg maar, of er iets bij zat. Is daar een manier hoe jullie, zeg maar, iedereen soort van op de hoogte houden met wat er nieuw is of wat er beschikbaar is? Of... Nou ja, we hebben natuurlijk wel een beetje in gedachten in soort van silo's, zeg maar. Want je wil, Figma is natuurlijk best wel een inhoudelijke tool, zeg maar, voor designers. En je wil niet dat mensen daar al heel snel in verdwalen. Dat is natuurlijk net als je iemand weet die nooit in spreadsheet werkt en die zegt van, ga maar lekker in Excel kijken.
Dan zie je allerlei dingen dat je denkt van ja, ik snap er niks meer van. Maar we gebruiken naast Figma gebruiken we ook Frontify. En dat is eigenlijk een wat meer een voorkant voor webmasters, waarin dan we hebben een koppeling daar met Figma, zodat er bijvoorbeeld de strips en componenten worden ingeladen. En daar beschrijven we dan wat meer in generieke taal, zeg maar, wat het ding doet en waarvoor je hem kunt gebruiken. En echt inhoudelijk, weet je wel, van de anatomie op pixelniveau van een component, dat staat dan in Figma. Ja, daar hoeft een webmaster dan ook niks mee. Dus dat gebruiken we voor bijvoorbeeld voor webmasters. En we hebben bijvoorbeeld, we gebruiken heel veel Slack. Dus we hebben een UX community bij Centraal Beheer met alle designers. We komen één keer in de 3 weken bij elkaar, waarbij we een community dag hebben waar we bespreken van wat doet iedereen? Waar is iedereen mee bezig? En daarbij wordt ook wel het design system wordt besproken. En we hebben een aparte Slack kanaal. Er zitten de verantwoordelijke developers in die op generiek niveau de strips bouwen. En daar hebben we een koppeling mee gemaakt met Figma. Zodat als ik op de publish knop druk en ik schrijf een changelog erbij. Dat die, er is een soort van een server is dat. Ik heb daar een keer een artikeltje over gevonden. Misschien staat dat voor de show notes. Maar daar die maakt die post automatisch die changelog in een Slack kanaal die je kiest. Dus zo blijft iedereen, alle developers blijven een beetje op de hoogte, maar ook de designers wel van, wat heb ik aangepast, wat is toegevoegd, welke bugfix is gedaan. Dus zo kan je wel op een manier die werkt voor de organisatie, zeg maar, kan je zoiets inbouwen. Oh, dat is wel tof. Dat is wel cool. Dat is inderdaad wel een punt, want ik denk van hoe hou je iedereen op de hoogte? Hè? Dat is natuurlijk wel, als je een grote, ik weet niet hoe jullie dat altijd ervaarden. Er zijn zoveel mensen die natuurlijk graag iets van willen weten. Ja, exact eigenlijk het tegenovergestelde van wat jij dan nu doet. We deden het dan of tijdens een stand-up gaven we aan dat er iets nieuws was. Of de mensen die er direct bij betrokken waren, melden we dat er iets beschikbaar was. Maar we hadden het minder uitgebreid voor elkaar dan dat jij het nu uitlegt. Ja, dus ook natuurlijk ook. Ja, want ik... Ja. Ja, ik zat me af te vragen. Hè. Je zei net van, volgens mij, dat de developers in Storybook het hebben. Ja. Is er dan ook iemand, zeg maar, aan de frontend kant die weer verantwoordelijk is om dan Storybook bij te werken op basis van het design system? Of hoe ziet dat stukje er dan precies uit? Eigenlijk heb je 2 design systems die je moet onderhouden, die je ook nog weer in sync moet houden. Ja, klopt. Ja. Eigenlijk heb je inderdaad 2 design systems. 1 voor de developers en 1 voor ons. Dus ja, we hebben een paar generieke teams. En daar zitten de mensen in die grotendeels wel hun storyboek onderhouden en een groot gedeelte inzicht hebben in alle strips. Dus daar hebben we ook wel een paar keer per week hebben we een meeting mee. Om wel zorgen dat we dat synken, zeg maar. En daarnaast hebben we ook 2 keer per week hebben we structureel ingesteld dat we een soort van design system inloop hebben. Dat is dan zeg maar een uurtje. En elke designer of developer of zo die dan een vraag over iets heeft. Over van, goh, ik zou deze strip willen bouwen of ik zou iets anders willen doen. Die kan eigenlijk bij de meest verantwoordelijke mensen van het design system kan die al terecht. Dus dan hoef je niet, dan zorg je in ieder geval dat je dat soort mensen, een art director en ik zit er dan in. En er zit een developer zit erin, zodat je gelijk zeg maar een soort van aanspreekpunt van mensen hebt. Zodat je snel je vraag kan stellen. En ergens tussendoor heb je ook nog tijd om tussen de vergaderingen overleg en heb je ook nog tijd om dingen te maken? Dat is inderdaad van hoe meer zo'n design system tractie krijgt, hoe meer meetings je ook krijgt. Heel apart, maar op een of andere manier gaat dat 1-op-1. Dus je bent inderdaad heel veel aan het overleggen en dan ben je ook nog wel natuurlijk ook nog wel dingen aan het maken. Nu is dat voor het design system is dat in principe ben je daar niet heel veel voor aan het maken als in dat je echt designwerk aan het doen bent. Omdat je eigenlijk wat we nu aan het doen zijn, is dat we alle strips verder aan het uitspecificeren zijn. En soms hebben we die in het design system niet, of zijn ze in code net wat anders en moeten ze toch wel worden aangepast. Dus dat ben je dan aan het doen. Maar de nieuwe dingen maken ligt grotendeels in de teams. Of ligt voor bij mij de andere 50% die ik nog voor de app doe. Ja, precies. Ja, jouw rol is voornamelijk het bewaken van de style guide, het goedkeuren, toevoegen, maar niet het uitwerken van, of nou, tenzij het voor de app is dan, uitwerken van nieuwe features en designen van... Nee, dat ligt grotendeels inhoudelijk bij de teams eigenlijk. Oké. Check. Cool. Hey, en
Nou, je hebt al best wel veel verteld over centraal beheer. We hebben deze vraag ook aan Jasper gesteld. Is voor een UX-designer bij een verzekeraar werken nou niet gewoon heel erg saai? En hij vond van niet, maar ik ben wel benieuwd wat jouw mening is. Zou wat zijn als hij nu zegt, ja, dit is echt super saai. Ja, is echt heel saai. Ja, dat is niet goed voor mijn cv, denk ik, als ik dat zo zeg. Maar dit is... Nee, ja, ik ben... Je mag hier heel eerlijk zijn. Dit wordt verder nergens anders gedeeld. Dit telt alleen voor ons. Nee. Dus verder dat dit niet de hele wereld over gaat. Nee, maar ik kan me voorstellen dat het werken bij een verzekeraar, ja, misschien heeft het een beetje een stoffig imago. Want ja, misschien denk je, hè, het is niet de meest sexy dingen die er zijn, de meest sexy producten. Maar ik moet zeggen dat het eigenlijk als designer best wel leuk is. Omdat je hebt best wel veel afhankelijkheden. Mensen met wie je moet overleggen. Je zit natuurlijk, toen ik bijvoorbeeld bij FD werkte... Moet je een design maken. Hè? En dan zit je best wel veel... Je zit heel diep in de materie, waar je dus al heel veel over leert. Maar daarnaast heb je ook best wel veel afhankelijkheden van compliance bijvoorbeeld. En er moeten bepaalde juridische dingen moeten expliciet genoemd worden. Wat af en toe best zorgt voor lange teksten. Wat dus niet altijd even leuk is. Je moet bijvoorbeeld met copywriters moet je heel veel samenwerken. Je zit met natuurlijk mensen die heel erg op de conversie letten. Daar moet je heel goed mee samenwerken. Dus je hebt best wel veel afhankelijkheden. En dat maakt eigenlijk de oplossing die je ergens voor moet maken, maakt dat best wel uitdagend eigenlijk. Dus meestal is... als je veel creatieve vrijheid hebt, dat is natuurlijk leuk. Maar dan kan je ook alles maken wat je zelf wil, zeg maar. En hier zit echt wel de uitdaging in van hoe zorg ik dat ik met mijn collega's gewoon tot het beste design voor iets kom. Ja. En dat is echt wel een hele leuke uitdaging. En dat maakt het werk ook wel best wel divers. En je kan ook overal bij ons kan je altijd switchen. Je kan in de keuken kijken bij iemand die in een ander team zit. Je kan altijd weer switchen naar een ander team. Dus zo zie je ook heel veel aspecten van de organisatie. Dus dat maakt het ook wel heel erg leuk. En centraal beheer is ook gewoon een... Het klinkt een beetje... Ja, het staat natuurlijk al wel een tijdje. Maar het is een soort van... Het voelt een beetje als een soort familie of zo. Het is gewoon heel... Het is heel best wel... Ja, dat zei ik ook al net over de hiërarchie bij de UX'ers. Dus het is heel plat, zeg maar. Iedereen gaat een beetje om met elkaar van... als een soort familie. Dus ik denk ook waarom mensen er al zo lang werken. En dat maakt het ook wel, erg leuk. Ook omdat je met als designers in een soort community zit. Terwijl er toch al heel veel mensen werken bij CB, volgens mij. Ja, klopt. Er werken echt wel duizenden mensen bij CB. Maar ze voelt het echt helemaal niet. Ja. Nee. Ze werkt wel. Dus korte lijntjes en iedereen houdt elkaar scherp en up-to-date. Ja, klopt. En ook als community is dat erg leuk. Het feit dat je een community hebt met designers waar je gewoon eens in de drie weken bij elkaar komt. En dan gewoon deelt van iets van waar is iedereen mee bezig. Hè? Dan zorg je ook dat je gewoon wel connected blijft met wat iedereen doet. Maar ook steeds weer gewoon... nieuwe onderwerpen aankaarten, trends. Maar ook zien we heel veel dat mensen vanuit de organisatie bij ons komen van... Hey, we willen dit oppakken. Hoe kijken jullie daarna? Bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van nieuwe dingen voor klanten. Zijn we natuurlijk als UX'ers vaak bij betrokken. Dus dat is wel... Je ziet wel veel aspecten en je zit ook wel vrij hoog, zeg maar, in de boom af en toe. Dat je best wel met strategische dingen af en toe bezig bent. Dus dat maakt het ook wel heel leuk. Je ziet, het is gewoon heel divers. Je ziet echt heel veel verschillende soorten dingen. Nee, je zou niet zeggen dat zo'n grote organisatie zich aan de ene kant natuurlijk wel bezighoudt met een design system, maar de manier waarop je... Nee, de design systems zijn relatief nieuw, in ieder geval in Figma, en de manier waarop jullie er dan mee werken en al dat soort dingen, dat is lijkt me wel heel leuk om daar in detail mee bezig te gaan. Het is niet iets wat je, denk ik, verwacht van zo'n organisatie. Nee, dat ik ook zei met het design system, dat we echt wel de verantwoordelijkheden daarvoor ook echt wel hebben verdeeld. Dus dan voelt het ook wel echt wat platter, dat je wat meer onderdeel bent van daar zit een teampje dat de design system en ik mag dingen aandragen en het wordt afgeschoten of niet. Bij ons is het echt gewoon wat meer gewoon van, we werken gewoon samen naar een oplossing toe die werkt voor iedereen. En dan is het ik die het inzet. Maar dat is maar een heel klein gedeelte van het grote gedeelte van het werk ben je eigenlijk zelf al mee bezig. Zo voelt het ook echt wel alsof je er echt al wat aan bijdraagt. Ja, precies. Hey, je hebt al in ieder geval twee tools opgenoemd. Jullie maken gebruik van Slack en dus van Figma. Zijn er nog andere tools die jullie veel gebruiken in jullie
UX-proces? Ja, er zijn er best wel... Ik denk dat iedere designer ook wel weer zijn eigen ding gebruikt. Er zijn mensen die Principle gebruiken. Soms om wat meer uitgebreide animaties te maken. Dan moet ik zeggen dat we bij... Ja. Voor web kom je wel op zich wel redelijk weg tegenwoordig... omdat Figma ook wel bezig is om de prototyping tools wat verder uit te breiden. Wat heel veel gebruikt wordt bij ons is Usability Hub. Ik weet niet of jullie dat kennen. Het is best wel groot. Ja, wel eens over gehoord. Ja, zeker. Ja, dit is Usability Hub is eigenlijk een tool waar je best wel snel designs kunt testen. Dus er zit een soort van groep van mensen achter die een klein beetje betaald wordt, zeg maar, om designs te bekijken en te testen. Dus daar kan je heel snel kan je daar insights voor ophalen voor als je iets wilt doen. En helemaal in deze coronatijd is dat echt wel handig, want de straat op gaan, dat heeft niet zo heel veel zin. Vroeger gingen we gewoon naar de kantine beneden. Ja, nee, dat. Hey. Ja, kantines, wie kent ze nog? Ja, wat gebeurde daar ook alweer? Ja, nou, usability testing. Ja, onder dat andere. Denk ik ook, ja. Nee, dus dat gebruiken we. Ik denk... En soms kom je nog heel dat je een oud ergens... Dan heb je zoiets dat je... Als je zo'n switch maakt naar Figma... Dan zijn er ook altijd nog van die dingen die dan dus in een soort... Ja, weet ik niet, designkerker zijn of zo. Van die hele oude dingen... Die wel een dikke laag stof overheen ligt die nooit zijn gebruikt. En die leven dan in een of ander shady sketchbestandje nog. Of ergens in Zeppelin. Dat hebben we dan een lange tijd gebruikt na Sketch. En dan komt dat ook nog weer ergens een keer boven water. Dus... Ja, precies. Oké, okay, nice. Hey, we hebben het uitgebreid gehad over design systems en waar jullie nu staan. Maar wat zou je er nog aan willen verbeteren eigenlijk? Waar zit nog groei in volgens jou? Ja, ik denk dat we nu pas, echt wel bezig zijn met het fundament te leggen. Omdat we hebben natuurlijk zo verschillende veel stijlen die nog her en der een beetje door de site leven. Dus we zijn nu bezig om het fundament te leggen van het design system. Ik ben al eigenlijk heel erg blij als we dat eenmaal hebben staan. We zijn er best wel goed op weg, omdat we er nu wel redelijk wat tijd in steken. Maar vanaf daar kunnen we denk ik ook wel echt wel gaan kijken van waar zijn de optimalisaties ook te vinden. Ik heb eigenlijk net al gezegd, die zijn er genoeg. Dat is eigenlijk wel hoe ons design system verder zou kunnen ontwikkelen, denk ik. Alles misschien nog wat beter beschrijven. Ik denk dat sowieso beter is. En dan samen met de rest van de designers echt wel kijken van hoe kunnen we het zeg maar zo inzetten dat het ook werkt als tool verder voor iedereen. Want eigenlijk is het gewoon het fundament. Eigenlijk zeg je met design is het gewoon een fundament voor je product natuurlijk. Mm-hmm. Waar je steeds op terugvalt. Dus eigenlijk moet je zorgen dat fundament gewoon sterk is. En dat je gewoon, wat ik zei, die synergie hebt tussen wat in code staat en wat wij als designers hebben. Dus dat moet gewoon sterk blijven. Dat moeten we nu verder ontwikkelen, zodat het echt sterk wordt. Sterk houden. En vanuit daar kunnen we dan echt wel weer nieuwe dingen gaan ontwikkelen. Om de site ook, want er zijn natuurlijk zat nieuwe ontwikkelingen die doorgaan natuurlijk binnen de business lines. Dus vanuit daar kun je dan ook wel weer nieuwe dingen aan het design system toevoegen. Maar wat ik echt wel zelf heel zou willen doen, het zit nu echt nog wel op component en op stripniveau, maar ik zou echt al verder toe willen naar het beschrijven van flows, van patronen wel meer. Echt neerzetten van blueprints. Dat je echt al het fundament daarmee ook wel sterker maakt. Zodat voor iemand die zegt van ik wil een funnel neerzetten. Dat je zegt een funnel ziet er altijd zo uit. Die werkt altijd zo. We weten het wel in ons hoofd allemaal als designers. Maar het staat nergens. Dus het design system moet echt gewoon uitgebreid worden. Met alle informatie die we al wel weten. En ook een beetje de op dit moment misschien ongeschreven regels die jullie allemaal wel weten. Maar... wat gewoon niet gedocumenteerd is. Nee, en dan kan je dat ook makkelijk. Hè? Daar kan je ook op terugvallen. Nu zeg je van, als je iemand een vraag heeft, dan zeg je van, je moet Jantje aanspreken, want die weet het wel. Dan kan je gewoon zeggen van, het leest gewoon daar en daar. Lees het gewoon even door. En dan weet je hoe het werkt. En dan wordt het ook wat meer onderdeel van je organisatie, denk ik, dan dat iemand het bij zichzelf houdt.
Hey, en nog een klein beetje een detailvraag, maar je was hier nog wel even nieuwsgierig naar. Je hebt het design system, nou, er leven al die componenten in. Maar als jij een wat complexere flow hebt, dus stel, maken jullie dan een interactiedesign? Of hoe gaat dat stukje dan? Wordt dat nog weer apart beschreven? Of is daar een business analyst die mee aan de haal gaat? Hoe werkt dat bij jullie? Als we dan best wel een complexe flow hebben, dan hebben we inderdaad wel een business analyst wordt wel vaak aangehaald, omdat we, hè, wat ik zei, want binnen Centraal Beheer werk je natuurlijk wel met de complexe producten wat dat betreft. Hè, je zit op achtergrond met best wel moeilijke dingen over pensioenen, hypotheken, iets waar je helemaal misschien op mijn leeftijd nog helemaal niet zozeer mee bezig bent. Dus voor de complexere dingen zorgen dat we inhoudelijk eigenlijk altijd wel genoeg kennis hebben. Hebben, wat ik zei, een flow hebben we nog, dit leeft al in onze hoofd hoe dat een beetje moet staan. Maar het is, niet per se beschreven. Dus dat maakt het soms wel lastig. En we zitten nu bijvoorbeeld, hè, wat best wel een trend is, misschien merken dat jullie ook, is dat je focuspagina's krijgt. Dus je krijgt bijvoorbeeld als je, hè, bijvoorbeeld, het is bijvoorbeeld voorbeeld als je bij bol.com zit, je gaat naar afrekenen en dan verdwijnt er heel veel, weet je wel. Het menu verdwijnt, de advertenties verdwijnen, de relevante producten verdwijnen, om jou maar te focussen op de taak die je zou moeten afronden. Maar je zit nu dan bijvoorbeeld heel veel met van, hè, zo'n focuspatroon, wanneer zet je dat nou in, zeg maar? Want je kan ik vind, focuspatroon zeggen, wil je dan naar een artikel kijken? Ja, ik ook. Dan klik je winkelwagen en dan kun je volgens, is gewoon de link van het logo linksbovenin weg. Kun je gewoon niet even terug naar de homepage of zo, weet je? Laat maar zitten, command Q, doei. Ja, dat is dus zonde. Maar we hebben dus bijvoorbeeld nu dus al... Is wel een leuke uitdaging. We hebben nu dus begonnen met die focuspagina's. En eigenlijk is dan een beetje het nieuwe idee met die focuspagina's is dat we willen mensen ook inspireren om eens verder te kijken dan het afnemen van een product. Van meer situatiegericht van ik heb een huis gekocht en nu, zeg maar. Daar wil je dan een product aanbieden en dan wil je ook content over schrijven om mensen natuurlijk te informeren over allerlei dingen. Maar het idee is dat sommige van die dingen die leven in focuspagina's. Maar je zou eigenlijk in theorie overal kunnen doorklikken. Dus je hebt een artikel dat leeft in een focuspagina. Dat vertelt je iets over een verhuizing. Je kan vanuit daarna een product, bijvoorbeeld waar je gelijk in een funnel van een focuspagina komt, waar je weer een link staat naar een ander iets dat ook weer in een focuspagina komt. En nu kom je soort in een soort van infinite loop van focuspagina's terecht, waar je dan bovenin een kruisje hebt staan, wat best wel logisch is voor een focuspatroon, maar waar je als klant niet meer weet waar je terechtkomt als je op dat kruisje klikt. Want dat zou in theorie een pagina kunnen zijn die je 30 minuten geleden aangeklikt hebt, waar je inmiddels 30 kliks verder bent. En dat je in één keer denkt van, oh, dit had ik niet verwacht dat ik hier weer terecht zou komen. Een soort van unexpected landing of zo. Yeah. En dat is wel denk ik wat jij bedoelt een beetje met dat interactiepatroon, wat we verder zouden moeten beschrijven. Van wat gebeurt er? Hè? Hoeveel niveaus dieper ga je terug? Ja, precies. En dat is nog wel zo'n echt wel een ontwikkeling die je zou kunnen maken. Maar wat het focuspatroon bij jullie is, ik merk dat jullie daar niet heel erg fan van zijn. Nou ja, je ziet het steeds vaker. En soms, tuurlijk werkt het prima. Ik kan je zo even geen site noemen die het wel goed doet of welke het per se slecht doet. Maar soms dan valt het gewoon extreem op, weet je. Er zijn een aantal websites waar je inderdaad, meestal gebeurt het bij een winkelmandje, waar je erheen gaat en dan vallen er inderdaad elementen weg. Maar dat valt je niet direct op. En eigenlijk werkt alles gewoon nog. Maar er zijn ook websites die het dan echt heel erg kaal maken. Volgens mij Amazon is er een van. Voornamelijk in die bijna ene laatste stap waar je dan wil bestellen, waar je dan de verzendkosten gaat zien of zoiets dergelijks. Want dat zie je in al die 6 stappen daarvoor zie je dat niet. En dan op die allerlaatste stap zie je dan de verzendkosten nog eens. En dan of de leveringsdatum of zo. Want die klopt ook nooit. En dan weer denk je van, oh weet je, duurt is veel te duur of duurt te lang of weet ik veel wat. Ik wil hier weg. En dan kun je dus gewoon nergens heen. Dan kun je niet op het logo klikken. Dan moet je ergens in de tekst een linkje vinden van verder shoppen of zo. Of je moet het gewoon maar wegklikken en weer opnieuw naar Amazon gaan. Ja, van het conversiestandpunt is het wel slim natuurlijk. Point of no return, zeg maar. Dat je denkt van, gebeurt er nu? Dan breekt de hele boel af en heb ik straks niks besteld en dan moet ik het weer overnieuw. Het klinkt een beetje alsof zij inderdaad keken van, verrek, hier haken toch wel wat mensen af. Hoe kunnen we dat voorbij? Hè? Laten we gewoon alle linkjes die teruggaan naar het proces. Zet er gewoon een muur tussen proces gaan. Ja, dan vind ik het wel hinderlijk. Maar als het gewoon
We've trapped you. Als het goed gedaan wordt, dan heb ik er geen moeite mee. Nee, volgens mij hadden we daar in de aflevering met Jasper ook over. Weet je, soms, zeker bij het afsluiten van verzekeringen, wat gewoon af en toe echt wel complex is, waar je kop gewoon bij moet hebben, want je bent hier best wel flinke financiële keuzes aan het maken. Mm-hmm. Kan ik me heel goed voorstellen dat je een gebruiker in een soort focus mode stuurt. Zodat hij zijn kop er ook bij houdt en niet met andere dingetjes bezig zijn die op dat moment niet relevant zijn. Ja, dus dat is de. Ik denk dat je het gewoon heel veel in het juiste context moet plaatsen. De funnel van Jasper inderdaad, met zijn conversational UI verzekering afsluiten. Waarbij je dus inderdaad één vraag per keer hebt. Ja, dat is ook een focus manier. Maar, nu is Jasper ook een soort van collega van ons, want we werken allebei onder acht mee. Ja, dus we zien ook wel dingen van elkaar. Dus ik weet, wij zijn daar ook wel tegenwoordig mee bezig met die conversational UI. Dus. Maar dus inderdaad is dat echt wel een goed voorbeeld, ja. Waar je dus de focus wil houden op echt wel de taak die je dan aan het doen bent. Ja, ja, zeker. Hey, we hebben het. Ik zie design systems zijn eigenlijk wel een beetje een trend en ook wel een beetje een hype misschien. Maar moeten we het nou altijd toepassen? Wat denken jullie eigenlijk? Kan je dit voor alle projecten gebruiken? Of zeg je ook van als je echt een klein projectje hebt, moet je het dan wel doen? Ik ben eigenlijk wel benieuwd naar jullie meningen daarover. Ja, ik denk ik heb daar eens over na zitten denken. Ik zie af en toe wel mensen gewoon eigenlijk een soort van mini-design systemjes maken. Als je een ontwerp gaat maken van iets, er zit in wat voor ontwerp je vaak maakt, zit toch altijd ergens een patroon. Er zit altijd iets dat vaker voorkomt. Als je maar één pagina maakt, zit er vaak minimaal twee buttons erin of zo. Dus wat mensen tegenwoordig zien doen, die gaan in hun bestand gaan ze gewoon een soort van MIDI design system maken, omdat alles dan reproduceerbaar is. Je zegt van, ook al heb je maar twee buttons, je zegt oké, dit button is een component met deze states, zodat ik als ik verder op de pagina er nog eentje maak, dan kan ik die heel snel pakken. Dan hoef ik niet weer het component apart te maken. Maar dan heb ik voor mezelf een soort mini-design system gemaakt. Zodat ik gewoon lokale componenten zou kunnen gebruiken voor mijn ontwerp. En ik denk wel dat best wel veel mensen dat doen in een ontwerp. Want ik zei, je hebt toch wel veel repetitieve dingen vaak die in je ontwerp wel terugkomen. Dus ik denk wel dat het best wel handig is om dat ook wel op kleiner niveau te doen. Want het geeft gewoon overzicht. We hebben gewoon overzicht in, dit zijn mijn buttons bijvoorbeeld, dit zijn de steeds van deze tekststijlen worden er gebruikt. En natuurlijk, hoe groter je gaat, hoe meer waarde dat denk ik krijgt in overzichtelijkheid. Want je krijgt natuurlijk ook steeds meer dingen. Dus hoe meer behoefte je hebt aan structuur, denk ik. Want als je in je eentje een ontwerp maakt voor één ding, dan weet je vaak nog wel redelijk van, oké, dit gebruik ik hiervoor, dit gebruik ik daarvoor. Maar ik denk hoe complexer het wordt, hoe meer je behoefte krijgt aan een soort van manier van systematisch werken, denk ik. Ik weet niet hoe jullie daar tegenaan kijken. Ja, ik ben het daar wel mee eens. Ik zit even, ik ZZP ook wat en dan design ik ook wat websites voor de slager op de hoek en dat soort dingen. Kijk, daar ga ik geen design system voor opzetten. Ik maak in Figma wat componentjes voor buttons en text styles, weet je, die ik over die vijf pagina's waaruit dat design bestaat gebruik, puur voor het gemak. Maar daar ga ik verder niks bij documenteren of misschien twee varianten van een button uitwerken of zo, omdat ik die toevallig gebruik. Daarin wel, het code technisch gebruik ik eigenlijk bij de laatste projecten die ik gedaan heb, vanuit de frontend code een design system. En dat is dan niet Storybook, maar Fractal. Dat is een soort tegenhanger of eigenlijk de concurrent, hoe je het maar wil noemen. Waarbij de manier waarop ik mijn frontend code structureer eigenlijk automatisch een design system oplevert. Dus alle componenten die ik maak, daar maak ik componentjes van. Die bestaan uit kleinere componentjes. Waarbij ik dus eigenlijk eerst een groter component maak en daarna kijk van hoe kan ik dit opknippen in kleinere dingen. Nou, daar maak ik dan ook nog weer losse componentjes van. En die kan ik heel makkelijk weer includen in andere componenten. Eigenlijk net als dat je dat in Figma zou doen, maar dan vanuit de frontend code. En daar hoef ik niks extra's eigenlijk voor te doen om dat te laten werken. En dat levert gewoon een duidelijk overzichtelijke stijlguide op. Dus
dat doe ik eigenlijk wel bij ook bij kleine projectjes. Omdat het A gewoon overzichtelijker is en je leert er gewoon beter je code van structureren. Dus Ja, ik merk zelf ook, hè. Ik laatste keer ook een wat kleiner designprojectje. En ik merkte al heel snel, en waar ik het juist waardevol vind om wel op een design system-achtige manier te gaan ontwerpen, is je krijgt wat feedback. En dan moet je ineens, dan heb je misschien, weet ik veel, een stuk of 5 designs uitgewerkt. En dan moet je ze allemaal weer bij langs. Want, oh ja. Ik heb mezelf een beetje aangeleerd om daar toch componentjes van te maken. En wat standaard variabelen, wat standaard color styles, wat standaard lettertype styles van gemaakt. En zo kan ik op een hele makkelijke manier toch mijn design aanpassen, zeg maar. En elke keer als ik die feedback moet doorvoeren, ja, dan heb ik dat zo aangepast. En stel, als ik dat niet had, dan had ik al die 5 designs bij langs moeten gaan. En alles weer, ja. Alle knopjes bij langs, alles weer een andere kleur geven. Ja. Dus alleen daarom al, zeg maar, zou ik het al toepassen. En inderdaad, misschien hoef je niet alles te beschrijven. En zeker als je weet, als het een beetje een one-off project is, nou, dan zou ik daar geen energie in steken. Maar het systematisch opbouwen van je design is denk ik geen slecht iets. En je creëert daar ook consistentie mee, is mijn mening. In ieder geval. Ja, dat is met die kleinere design dingen, zoals een slager op de hoek, ook wel zo. Als je natuurlijk een button maakt, dan kun je er gewoon, eigenlijk wat ik vanuit de code ook doe, als je er direct een component van maakt, dan kun je ook heel makkelijk een variant toevoegen. En als je die dan gaat gebruiken, in plaats van dat je eerst, nou, bij wijze van een designtje in elkaar, denk ik van, ja, dit is het wel. En je moet er dan daarna nog componenten van gaan maken. Dan, ja, het is... Variant is wel echt wel een goede feature voor als je in Figma werkt voor het overzichtelijk houden van je design system. Tenminste, heb ik gemerkt. Je hebt natuurlijk, als je een designer en je wilt jouw design system gebruiken en je gaat via het assets panel ga je bezig om dingetjes te pakken. En je hebt 6 verschillende soorten buttons, zeg maar. Dat maakt het wel gelijk heel vol. En die variants zorgen inderdaad wel voor dat je gewoon overal bijna maar 1 versie van hebt. Die dan eigenlijk gewoon door een variant gewoon in elkaar klikt van wat jij zou willen gebruiken. Waar stond de laatste artikel op UX Design CC, die website, waarbij je een file kon downloaden waarbij iemand in Figma met 1 component 1600 variaties had gemaakt van een button of zo dergelijks. Echt alle kleuren en button of icons ervoor en daarachter en you name it allemaal. En een heel artikel uitgewerkt. Als ik hem vind, dan zet ik hem wel even in de notes. Ja, nice. All right. Gezien de tijd, zullen we er hier de main bij laten. Maar ik denk niet dat we in onze podcast nog helemaal uitgesproken zijn over design systems. En er zullen steeds nieuwe tools komen, nieuwe verbeteringen, nieuwe methodieken om ermee om te gaan. Maar dat maakt het ook leuk, denk ik. Dan gaan we door naar de footer. Hebben jullie iets voor in de footer, Rogier? Heb ik er voor iets in de footer? Ja, iets leuks. Iets mag van alles zijn. Een tip. Je favoriete Netflix film die je deze week hebt gekeken. Of, Nou, ik weet wel van, ik zag van de week een filmpje. Ik zit, denk ik, zoals misschien wel meerdere mensen, een beetje in de crypto. En natuurlijk, dus vorige week is natuurlijk de Bitcoin is natuurlijk best wel hard gegaan. En voor mensen die daar een beetje interesse in hebben, dat kwam natuurlijk ook een beetje door Elon Musk. Ik denk door veel mensen, evenveel mensen gehaat als als geliefd, zeg maar. Ja, dat denk ik ook. Ja, het is toch een beetje een apart figuur. Maar daarmee was het, die heeft natuurlijk ook bij Tesla, heeft hij natuurlijk voor 1,5 miljard dollar in Bitcoin geïnvesteerd. Dat je denkt, het is best wel een aparte stap. En ik kwam een filmpje tegen van iemand die dat, je moet wel een klein beetje, misschien komt het ook omdat ik gewoon bij Centraal Beheer werk, dat ik een klein beetje interesse heb in financiën. Maar die legt uit waarom dat eigenlijk zo'n geniale stap is. Omdat dat heel makkelijk, dat heeft dan met de positieve belastingen te maken. Waardoor je bijvoorbeeld als die ergens verliezen opdraait op die bitcoinkoers, kan hij dat afschrijven. Waardoor hij eigenlijk minder winstbelasting betaalt. Maar als de bitcoinkoers omhoog gaat, hoeft hij dat niet bij te schrijven als extra winst. Dan is het ineens geen winst meer, maar dan is het zeg maar een asset. Dus dat is echt gewoon waarom dat zo'n geniale stap is. Ja, en dat is echt wel, toen dacht ik van ja,
Dan heb je een moment weer van dat je denkt van, die man is hartstikke slim. Het duurt waarschijnlijk 2 dagen voordat je weer een tweet, dat je denkt, wat is dat voor raar figuur? Maar zo gaat het bij hem toch een beetje heen en weer. Ik heb altijd bij Elon het idee dat hij is gewoon, hij staat gewoon 2 stappen voor op de rest van de mensheid. Die gast is zo briljant soms. Maar soms ook echt, dat denk ik van, waar ben je mee bezig? Ja, welke directeur zit op Twitter Dogecoin memes te posten? Ja. En andere vage memes waarvan ik denk, ja, ze zijn wel grappig. Maar ik zie geen enkele andere directeur dat posten. Rijkste man ter aarde. Jeff heeft hem nu even ingehaald. Ik hoop niet dat veel luisteraars Dogecoin hebben gekocht. Want sinds Elon Musk daarmee aan de haal is gegaan, is de koers wel redelijk ingestort. Ja, laten we hopen dat de Bitcoin dat niet doet. Alhoewel vandaag niet zo'n geweldige dag was. Hij had even een dipje. Dus als je 10 minuten goed op hebt gelet, heb je nog even goed slim kunnen instappen. Maar... I was there. Yeah, by the dip. Nice. Oké, okay, Rick. Ja, ik kwam een tooltje tegen online. Het heet, als je het precies zou uitspreken, is het Wakamai Fondue. Ik denk, what the fuck is dat? Ja, precies. Yeah. Het is, what can my font do? Wat kan mijn lettertype doen? What can my font do? Wakamai Fondue. Geen idee waarom die gast daar, maar goed. Het is een website en dan kun je een fontfile ingooien en dan pluist dat ding helemaal uit wat dat fontfile allemaal kan. Dus welke letters er allemaal in zitten, welke weights erin zitten, wat voor type het is. Echt gewoon best wel gedetailleerde informatie. Best wel geinig om even mee te spelen. Dat was hem. Oké. Okay. Nice. Yeah. Nice. Ik heb 2 tips. 2? Ja, 2. Okay. Ik doe het gewoon. Tuurlijk. Ga helemaal los. Nee, want die eerste is heel simpel. En ik denk dat de meesten toch al gezien hebben. Bitcoin maar, now. En doodschap. Ja. Dit is geen advertentie. Nee. Queen's Gambit. Hebben jullie vast allebei al gezien? Nee, wel. Ja, ik heb hem gezien in de lijst. En toen voorbij gescrollt. En toen nog een keer. En toen nog een keer. Maar nee, nog niet gekeken. Nee. Kijken. Ik vind Queen's Gambit echt een goede serie. Speelt zich af, correct me if I'm wrong, in de jaren 60 en 70. Gaat over een dame die vrij briljant is in schaken. En je ziet hoe zij opgroeit en hoe ze het wereldtoernooi wint of verliest. Want ik ga geen spoilers geven. Maar gewoon al die settings, hoe het gemaakt is. Het is een miniserie, het zijn 7, 8, 9 afleveringen, denk ik, zoiets. Maar zeker kijken. Maar ik vond het niet een hele goede tip, want ik denk dat de meesten toch wel gezien hebben. Dus ik heb nog een tip. En dat vind ik het best wel een leuke serie. Ik ben erg fan vroeger geweest van de serie Scrubs. Die vond ik erg leuk. En die maker daarvan, die heeft nu onlangs op Apple TV nog een show gemaakt. En dat heet Ted Lasso. En dat gaat over een Amerikaan die voetbalcoach was. En die gaat nu in Europa, en beter gezegd in Engeland, een voetbalcoach worden. Dus van voetbal naar soccer, zeg maar. En dat levert best wel hilarische situaties op. En is een erg leuke, vermakelijke show. Hoe kom je daar zo bij dan? Ja, je bent de enige gebruiker van Apple TV dan waarschijnlijk. Deze rollen die... nee, oké. Okay. Ja, ik ben heel erg fan van Apple TV. als je Apple TV toevallig hebt, of je hebt toevallig net een nieuwe iPhone of een andere iPad gekocht, dan krijg je een maandje Apple TV. Trial subscriptions beschikbaar, volgens mij. Nou, kun je mooi de eerste seizoen van Ted Lasso kijken. Nou, ik heb er nog nooit echt op gekeken. Ik heb ook zo'n nieuwe iPhone laatst gekocht, en heb je dat ook. Maar ik heb nog niet echt gewoon ik ga daar eens op kijken of zo. Ik weet niet. Ik moet heel eerlijk zeggen, er is niet enorm veel content op Apple TV. Het was ook verlengd, die trial. Die trial was eerst 3 maanden, toen 6 maanden. En toen uiteindelijk werd die verlengd tot april 2021. Dus als je binnenkort een Lightning USB-C naar Lightning kabel koopt, dan krijg jij een jaar Apple TV. Want het is niet aan de straatsteen te verkopen. Nee, ik heb het toen geen gratis weggeven. Ik heb het toen aangemaakt om die Space NASA-achtige Planet Earth geval of zo
te checken, maar ja, dat was het ook. Nou, ik denk, het is waarschijnlijk iets meer interessant voor Amerikanen, heb ik het idee. Ja, iets meer series. Ja, dat zou voor ons dan ook wel interessant kunnen zijn. Maar sowieso, volgens mij kun je in Amerika veel meer met alle Apple's. I speak English too. I can understand this. Yes, so. Very much. All right. Nee, dat waren de tips. We gaan er een einde aan breiden voor deze aflevering. Volg je ons nog niet op al die podcastdiensten, doe dat dan vooral. Like en subscribe, zou ik zeggen. We zitten op Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts en in jouw andere favoriete podcast apps. En mocht je nou een tip of opmerking hebben, ga even naar de website pixelparanoia.com en laat even een berichtje. Ja, of als je mee wilt praten, zoals Rogier, dan let us know. Mag dat ook zeker, ja. Dat wil ik zeggen. Tot de volgende keer. Hoi. Hey.